Ben je op zoek naar de goedkoopste FIFA 16 Ultimate Team coins? Ga dan naar fifacoinsfc.com en gebruik de code DNPNL voor 5% korting. Naast de supergoedkope prijs hebben ze ook een instant delivery system, wat dus betekent dat als je bestelt, je coins binnen 2 minuten krijgt. Veel plezier met de video. Hallo, mijn Koen van OpenSnel met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag heb ik hier FUTDRAFT. Superleuk! Zoals jullie weten zou ik deze video zaterdag uploaden, dus de dag na vrijdag, als we de vorige video 2000 likes hadden gehaald. En dan hadden we het dik gehaald, dus daarom hier deze video. We gaan dus meteen door en hopelijk kunnen we gewoon even snel een potje vinden, het zou nice zijn. Als deze video ook zou kunnen liken, zou het super awesome zijn. 2000 likes zou weer nice zijn, het moet ook lukken, want het lukte vorige keer ook, dus het moet nu ook lukken. Daar zou je me super blij mee maken. En hopelijk kunnen we de FUTDRAFT weer winnen. Ik krijg heel vaak natuurlijk de comment dat ik slecht ben in FIFA. Maar die FUTDRAFTs die vliegen gewoon bij mij binnen. We hebben deze gevonden. Bos Baba. Dat was Bos Baba. Ik ga trouwens nu mijn kit veranderen. Want ik word er scheidsziek van dat ik twee dezelfde kits heb. Oké, daar gaan we dan. Let's do this. Half finale. Beetje stress. Ik moet winnen. Ik kan het niet maken om niet te winnen. Ik ga gewoon winnen. Let's go. Let's go. Tegenstander gevonden. Oké, prima. Let's go. Kom op, klik als je niet lieve. Let's go. Wat een lelijke gele kit als hij zegt. Oh, wat lelijk. In ieder geval, let's go. Wat heet hij voor team? What the fuck? Hoe kan je ooit zo'n team krijgen? 3 team of the years en 93 Neymar. What the fuck, G? Nou ja, ja. Het gaat een pittig potje worden. Laten we daarom ophouden. Een heel pittig potje gaat het worden. Hij wil Neymar op center midden. Kijk, dat is natuurlijk nooit een goede optie. Varane is fucking goed. Ik krijg nooit Varane in FUTDRAFT. Nee, kan me niet. Lekker, kan me niet. Let's go, heerlijk gedaan. Lekker. Ik wilde een racistische opmerking maken, maar heb ik niet gedaan. Let's go. Koek, koek. Nou ja, gewoon kutschot natuurlijk, maar ja, toch wel gevaarlijk. Lekker. Konoplyanka. Hop, terugleggen. Nee, dat wil niet terugleggen. Oh mijn god, ik zeg zelf wat ik wil. Maar hij wil niet ofzo. De computer wil niet wat ik doe. Nee, dat wil ik niet. Jongen, hij heeft zoveel aanvallen dat echt zeg maar, laten we erop houden, elke aanval van hem gevaarlijk is. En wat ben ik aan het doen? Neymar. 1-0. Easy. Easy goal. Let's go. Is het een tramp? Ja? Boeit me niet. 1-0. Let's go. Heerlijk. En nu erop en erover. Geweldig gedaan. Oh, lekker zo. Tikkie langs de keeper. Keeper kansloos. Kom wel lekker inglijden. En dan heerlijk voorgeven. 1-0. Yes. Let's go. Konoplyanka. Nee. Kameni. Beast. Wat een ongelooflijk smikkelbeers kan me niet ook, hè. Dat is niet te geloven. Nee. Glijden. Oh mijn god, Kameni, dat mag er nooit in. Jongen, dit is echt niet te geloven. Dit mag echt nooit hangen. Oké, tijd voor Handanovic. Kameni, dit kan gewoon niet. Dit kan gewoon niet, klaar. Dat mag gewoon niet. Het spijt me, het is tijd voor Handanovic. Ik ben benieuwd hoe Handanovic gaat doen. Nog nooit ben ik gespeeld zoals ik al zei. Maar nou, laten we maar kijken. Nee, oh mijn god, wat doe ik? Ik heb down. Nee, jongen. Oké, concentratie. Konoplyanka, ja. Die zat erin, sowieso. Die zat sowieso over de lijn. Oh, ik wil die goal line technology daar wel zien. Die zat sowieso over de lijn. Lekker. Neymar. Met een balje op Konoplyanka. Wef! Penalty, dat is een penalty. Let's go, dat is een penalty. Heerlijk, lekker. Oh, lekker. Oké, we gaan door het midden schieten. Want hij verwacht sowieso niet dat ik door het midden ga. Kom op. Hop, boom. Nee. Ja, hij zit. Oh, onder het lat. Waar zit? Lekker, Neymar. Ik dacht echt dat hij weer onder het lat ging en niet in. Dat heb ik wel eens vaak als ik door het midden schiet. Maar gelukkig ging hij er via onder het lat in. Daar kom ik heel goed weg. Lekker. Oké, let's go. 2-2. En nu doorzetten. In ieder geval is de achterstand weer goed gemaakt. Ik moet me gewoon concentreren. Dan komt alles weer helemaal goed. Maar 3 keer vierkantje voorzetten, mensen. Gebruik ze als je nog nooit gebruikt hebt. 3 keer vierkantje, dan geef je hem heel strak en hard over de grond. En dat is zo OP. Oh, kut. Ja, dit is heel kut. Kijk, kom op. Marcelo. Hij gaat sowieso naar binnen. Nee, niet. Maar Handanovic is wel een goede keeper. Deze had hij wel mooi. Misschien was hij met Kameni wel ingegaan weer in de korte hoek. Maar dit is een uitstekende redding. Let's go, Handanovic. Nee, ja, leg hem anders in. Ja, what the fuck, ouwe. What the fuck. Dit slaat echt nergens op. Oh. En kijk, nu raak ik weer gefrustreerd. Omdat ik altijd door zo'n age goal word genaaid. En raak ik gefrustreerd en dan gaat het nu gaat fout. Nu gaat het helemaal fout. Kan ik nu al vertellen. Neymar. Boom. Nee, wat een redding. Dat kan je nooit tegenhouden. Oh. Nee. Kutzooi. Oh mijn god, ik had ook weer een veel te grote muil aan het begin. Kut misbaksels.
Ik heb verloren in de halve finale van de draft. Oh, ja, dan kan ik wel meteen naar uit gaan schelden. Maar de tweede helft heeft hij gewoon geen kans gehad voor mij. Legit. Geen één schot. Oké, één misschien. Ik heb ook geen niet zoveel kansen, omdat ik er gewoon niet doorheen kwam. Oh, man. Fucking balen. Oh, ik vind mezelf echt heel zielig nu. Premium Jumbo goudpakket. Een 15k pack. Kutzooi. Ik heb echt zin om deze balpen in mijn eigen oog te steken. Doe ik niet. Want dan ben je dood. Maar ja, toch. Oké, gaan we dan eerst het 5k. Het is voor mij 5k pack. 5k pack. En dan vijf, dus 20k totaal. Oké, boom. Oh, Gonzales. Oh, het is wel zo'n pack. Wie zit nou? Bailey? Hij heeft fucking veel pees. Maar ze hebben niks waard. Kijk hoeveel pees hij heeft. What the fuck? Bailey. Wat een beast. Oké, komt hij dan? Het pack der packs. Een 15k pack. Kom op. Kom op. Kom op. Oh. Geen rare speler. Niet te geloven. Voor de rest een discard. Mensen, ik baal als een stekker. Ik had hem heel graag willen winnen, maar het is me niet gegund. Toch hoop ik deze video leuk vond. Als je me even vergeet niet te liken, zeg ik even heel erg op de volgende keer. Ik zeg doei. Later. En blijkbaar kan ik dus ook verliezen. Pijnlijk.